Dat is het leuke van dit soort projecten. Je kan het echt in jouw smaak maken. Hey, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe Action DIY. Mijn naam is Elise en je kunt me kennen van mijn eigen creatieve YouTube kanaal Elise Dingen. Vandaag heb ik een leuke DIY voor je. We gaan aan de slag met verf en deze canvassen, want we gaan wat leuke decoratie maken voor in huis. Ben je net als ik dol op creativiteit? Geef deze video dan een duim omhoog en dan gaan we gauw beginnen. Voordat we aan de slag gaan met DIY ga ik je eerst nog even laten zien welke spullen ik heb geshopt. Allereerst dit grote canvas. Ik zag verschillende formaten, maar ik vond dit wel een mooi formaat en ik nam dit setje mee. Hier zitten twee vierkanten in. Het lijkt me leuk om een aantal schilderijen te maken die leuk bij elkaar passen. En juist door verschillende formaten te kiezen, geeft dat een beetje een speels effect. Ook zag ik deze toffe Van Blijswijk kleurenset. Hier zitten echt heel veel kleurtjes in. En een palet, zodat je je verfkleuren ook kunt mengen. Ook nam ik een aantal losse, grotere tubes verf mee. Want ja, het is natuurlijk ook leuk om je eigen kleuren te mengen. Die set die ik je net liet zien, die heeft al heel veel verschillende kleuren. Maar met deze grote tubes kun je ook zelf kleuren mengen. En daarvoor heb ik ook een tube wit meegenomen. Voor als je net een tint lichter wil gaan. En als laatste nam ik natuurlijk ook kwasten mee. Ik heb hier een vrij uitgebreide penselenset met hele kleine maatjes en juist ook wat grotere. En hier een set met drie grotere vierkante penselen. Ik ga beginnen met het grote canvas en ik leg hem zo verticaal neer omdat ik het schilderij in de lengte zo wil maken. Zodat ik later, als ik het schilderij bijvoorbeeld ga ophangen, de kleinere canvasjes er zo naast kan hangen. En hoe ga ik er nou voor zorgen dat beide schilderijen bij elkaar gaan passen? Nou, dat doe ik door hetzelfde kleurgebruik te hanteren. Dus de schilderijen worden niet helemaal hetzelfde. Maar ik zorg ervoor dat de kleuren die ik hier gebruik, dat ik die later ook op het andere canvas gebruik. En zo krijg je toch al gauw dat het ja, een soort set wordt, dat het bij elkaar past. Natuurlijk kun je van alles gaan maken. Je kan een portret maken, je kan een landschap namaken. Maar ik vind het leuk om met wat abstractere vormen te werken. Dan kunnen we vooral ons focussen op de kleuren die we mooi vinden. En ik gebruik vandaag kleuren die ik mooi vind. Maar wat ik doe, kan je natuurlijk met elk kleurenpalet doen. Dus hou jij meer van aardetinten? Nou, dan gebruik je die kleuren. Hou je meer van grijs tinten? Gebruik je die kleuren. En wij gaan vandaag met wat vrolijke kleuren aan de slag. Bij het kleine setje zat dit palet. Maar voor mijn grote tubus verf vind ik dit palet wel een beetje klein. Dus die leg ik even aan de kant. Ik wil namelijk beginnen met het mengen van deze turquoise kleur. Ik wil hem iets lichter maken. En daarvoor heb ik gewoon een papieren bordje gepakt. Daar meng ik mijn kleuren op. Mocht je een groter verfpalet hebben, dan kun je die natuurlijk ook gebruiken. Eventueel ook gewoon een stenen bordje die je daarna goed afwast. Maar ik vind dit wel handig. Ik ben van plan om best veel van deze kleur te gebruiken. En omdat we hem lichter willen maken, hebben we ook best wel wat wit nodig. Zo, ik ga het eerst zo proberen. En als ik de kleur dan nog steeds te donker vind, dan kan ik altijd nog een beetje wit toevoegen. Je kunt er trouwens ook voor kiezen om de kleuren niet te goed te mengen. Hè? Zoals het er nu uitziet, dat kan je ook gebruiken. Dan heb je ook niet een egale kleur op je doek, maar dan heb je juist die mengeling zoals hij er nu uitziet. Dat krijg je dan. Ik vind het een leuke tint voor de basis. Hier ga ik mee beginnen. En ik maak eigenlijk een beetje organische vormen. Dus vormen waar veel rondingen in zitten. Een beetje dit soort vormen ga ik maken. Je kunt natuurlijk ook hele strakke lijnen maken. Als je dat heel mooi wilt, kun je ook eerst stukken afplakken met bijvoorbeeld washi tape. Dan krijg je hele mooie strakke rechte lijnen. Maar ik vind van die organische vormen, waar wat meer rondingen in zit, vind ik wat speelser, wat vrolijker. Dus dat is waar ik voor ga. Ik zorg dat ik voldoende verf aan mijn kwast heb en daar ga ik gewoon. Je kunt er ook voor kiezen om een lijn niet helemaal door te laten lopen, maar bijvoorbeeld eerder te laten stoppen. Wat ik hier heb gedaan is ik begon op dezelfde manier. Toen hield ik mijn kwast stevig vast, terwijl ik met mijn pols eigenlijk een soort rondje draaide. Of met mijn vinger draaide ik de kwast een beetje en dan krijg je hier zo'n hele mooie ronde vorm. Ik heb eerst genoeg blauw gezien. Ik ga door met de volgende kleur. Ik heb zin in een mooie zonnige kleur geel. Deze geel is best wel fel. Ik hoop hem wat meer oranje te kunnen maken door er een druppeltje van deze magenta verf erin te doen. En je ziet het, zo'n donkere kleur als die magenta is best wel overheersend. Dus als je zo'n kleur toevoegt, eerst een beetje. Je kunt altijd meer toevoegen. Ik laat dat drupje even voor wat het is, want ik vind de kleur zo eigenlijk al wel mooi. En het doet me een beetje denken aan een zon. Dus ik maak een soort zonnetje
zonder dat ik letterlijk echt een zon ga tekenen. Dus het wordt eigenlijk gewoon meer een ronde gele vorm. En kijk wel goed uit, deze verf is nu nog nat. Dus als je daar met je gele verf doorheen gaat, dan krijg je natuurlijk groen. Wil je dat niet, wacht dan eerst tot deze laag droog is. En als je denkt, ik ga toch op een andere plek aan de slag en ik kom niet bij de blauwe verf in de buurt, dan is er niks aan de hand, kun je gewoon je ding doen. En je ziet nog een klein beetje van die magenta in de geel. Dus het is niet helemaal met elkaar vermengd. Ook wel weer leuk, dan is het niet zo strak en perfect. Tot nu toe heb ik dus met die gele kleur gewerkt en met de blauwe kleur. En dit is hoe het er nu uitziet. Ik leg dit doek nu even aan de kant, dan kunnen deze kleuren goed drogen. Want het volgende wat ik wil doen is toch wel overlappend met de kleuren die ik al heb gebruikt. En ik wil natuurlijk niet dat ze door elkaar gaan mengen. Dus ik laat hem drogen en dan ga ik nu eerst aan de slag met een kleiner doek. Die gele boog die ik net had gemaakt, die vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Dus die ga ik ook op dit doek maken, maar dan net weer een beetje anders, de andere kant op. En je ziet het misschien al, ik ben blij dat ik een placemat heb neergelegd, want ik heb verf geknoeid. Nou zag ik deze kleur roze en die leek me wel heel erg mooi bij de gele kleur. Dus ik ga eens kijken hoe die uitpakt op het doek. Ja, en ik doe dit nu gewoon een beetje op gevoel. Dus dat kun je ook proberen. En als je nou denkt, nou dat is echt niks voor mij, dan kun je gewoon lijnen die je mooi vindt namaken. Dat kunnen lijnen zijn die ik nu maak, maar dat kunnen ook lijnen zijn die je misschien ergens anders hebt gezien. Dat is het leuke van dit soort projecten. Je kan het echt in jouw smaak maken. Ik vind het wel echt een leuke kleur roze. Vooral ook wel bij de kleur geel die we hebben gebruikt. En ik ben benieuwd of we die ook een beetje kunnen namaken met deze type. Dan gebruik ik echt een mini drupje. Dat is eigenlijk al te veel van de magenta. En die ga ik dus vermengen met wit. Ik pak een kleinere kwast en ik schep gewoon een beetje van die magenta naar de witte verf toe. Als ik eerder al zei, liever eerst wat te weinig. Dan kun je het altijd nog donkerder maken. Ik denk dat er nog wel een klein beetje bij kan. Net zo lang tot je tevreden bent. Als ik het zo zie, denk ik dat de tint die we eerder hebben gebruikt, dat die ook net iets warmer is. Dus je zou ook een eenie mini beetje geel kunnen toevoegen. Ik vind dit ook wel wat hebben, dat hij juist nu nog wat lichter is. Dus dat we niet dezelfde tint hebben, maar nog een andere tint roze. Als je nou een egale kleur achtergrond wilt, dan kun je natuurlijk je doek eerst in één kleur verven voordat je begint aan al die vormen. Ik vind het eigenlijk best leuk dat het niet helemaal opgevuld is, maar dat je juist echt van die kleurvlakken hebt. Dat het niet helemaal strak tegen elkaar aan zit. Dus ik laat deze even drogen en dan pak ik weer het grote doek erbij. Schilderijen passen al een beetje bij elkaar omdat ze diezelfde tint geel hebben. Maar ik wil ook een beetje van die roze tinten op mijn grotere doek verwerken. Dus dat is wat ik nu ga doen. Om de schilderijen goed bij elkaar te laten passen, ga ik diezelfde techniek wat ik eerder al met lichtroze op het kleinere doek deed, ook hier doen. Dus ik maak eigenlijk gewoon een soort rechte strepen die allemaal op verschillende plekken eindigen. Dus de ene streep maak ik langer, de andere streep maak ik korter. En dit zijn dus abstracte vormen. Dus ik kan me voorstellen dat je denkt, ik zie hier niets in. Wat moet het nou voorstellen? Wat is hier de bedoeling van? Er is niet echt een bedoeling. Het is gewoon spelen met kleuren die jou aanspreken. Als je liever iets realistisch hebt, kun je natuurlijk ook altijd een mooie foto ophangen. Ik ben nog een beetje roze gaan mengen met een klein drupje blauw erdoor. En nu hebben we eigenlijk een soort oud roze kleur. Die lijkt op een donkerdere versie van deze tint roze. Ik ga eigenlijk diezelfde strepen maken. Kijk, je ziet het zo wel beter. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat ik al deed, alleen dan in een donkere kleur. En ik denk, omdat we dezelfde vorm maken, diezelfde soort strepen, dat het daardoor niet te anders is, te verschillend is. Maar doordat het een donkerdere tint is, wel verschillend genoeg, als je begrijpt wat ik bedoel. Hier en daar probeer ik hem iets verder door te trekken, zodat het niet overal hetzelfde is. En datzelfde, dat ga ik ook nog even bovenaan doen, want daar heb ik ook die lichte kleur roze. En dit keer doe ik het vanaf boven. Dus hier zag je dat de donkerdere kleur onderaan zit. En hier doe ik het juist bovenaan. Ik vind de kleuren en de vormen bij elkaar wel heel erg leuk, maar ik vind dat het blauw nog iets te prominent aanwezig is op dit doek. Grappig genoeg, dat was natuurlijk de kleur waarmee ik begon, dus het was eigenlijk een beetje mijn uitgangspunt. Maar gaandeweg vond ik het toch mooier als die andere tinten wat opvallender zijn. Dus ik heb nog een beetje van deze kleur roze gepakt en ik wil een beetje die kleur blauw laten overlappen. Dus dat de kleur blauw eigenlijk wat meer
een geheel wordt met de rest. In plaats van dat het een grote baan is die zo over het doek loopt. In dit geval maak ik er dus een vorm overheen. En ik wil eigenlijk een soort boogje maken. En ik hoop dat ik geduldig genoeg ben geweest met de blauwe verf. Dat die wel droog is. En dit is acrylverf, dus we kunnen eventueel nog een laagje eroverheen doen. Als we de kleur niet donker genoeg vinden. Vorm vind ik wel leuk, dus die probeer ik nog een paar keer te maken. Eigenlijk net een beetje gekant. Het is wel zo'nzelfde boogje, alleen is hij een beetje gedraaid. Eigenlijk een beetje een soort macaroni. Hier aan de onderkant op het blauwe vlak wil ik ook nog zo'n boogje maken. Alleen dit keer maak ik hem de andere kant om. Alsof je eigenlijk meegaat in deze ronde vorm, in deze boog. Zie je dat? Zo. Nou, volgens mij is hij dan wel klaar. Zoals altijd hoop ik je ook vandaag weer te hebben geïnspireerd. En ik ben heel benieuwd, als jij zelf aan de slag gaat met schilderijen, welk kleurenpalet ga jij gebruiken? Welke kleuren mogen er niet ontbreken op jouw schilderijen? Laat het me weten in de comments hier beneden. Voor nu wil ik je weer bedanken voor het kijken en hopelijk tot de volgende video. Doei!